En dit is natuurlijk Jesmee de droomhuis, hè, vanaf het water gezien. De koeien zitten hier binnen, dus we gaan eventjes... Nee, we ruiken ze niet. We gaan even kijken of we ze al een beetje kunnen zien. Er is net een veulentje geboren, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar daar, die op de grond ligt daar zo. Dus kijk naar een nieuwe vlog. Wij zijn de Vogies. En we hebben de Frankies bij ons. Ja. Maar wij gaan vandaag de stieren binnenlaten. Nee, buiten laten. Buiten ook. Ja, dus kijk maar, gaan we dus mee? Ja. Nou, dit is natuurlijk Jesmee de droomhuis, hè, vanaf het water gezien. De koeien zitten hier binnen, dus we gaan eventjes... Nee, we ruiken ze niet. We gaan even kijken of we ze al een beetje kunnen zien. Ja hoor. De longhorns zijn dit toch? En het is weer prachtig weer, dus dat is natuurlijk helemaal leuk. Ja hoor. Hier kun je ze goed zien. En hier ruik je ze wel een beetje, toch? De paarden ruik ik. En de koeien... Die gaan vandaag naar buiten. En oma, ja? Toen ik 5 was, toen wilde je hier al heen, hè? Oma, ja, dan gaan we hier heen vrijdag. En nu ben ik 8. Ja. Nu zijn we... Ja, het ging elke keer niet. Kijk, allemaal kleine paardjes. Oh, ik kan hem aaien. En dan maar eerst weer ruiken, hè, aan je. Leuk, hè, kleine ponies. Is hij lekker zacht? Ja. Daar zo. Er is net een veulentje geboren. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar daar. Die op de grond ligt daar zo. Kijk, die is net geboren. Dat is ook bijzonder, hè? Ik denk dat hij zo voor het eerst gaat staan. Ja, daar gaat hij. Kom op. Nog vliezen om ze heen, zie je dat? Ja. Dat likken ze denk ik schoon of zo. Al die paarden eromheen. Bijzonder, hè? Wat een groot paardje. Ja. Allemaal komen ze helpen. Schattig, hè, Jesmee? Ja. En dan gaat hij zo, gaat hij dan staan. Of zij of hij, weet niet wat het is. Het is hier warm. Het is hier heet in die kast. Niet te doen. Ja, gaat ze. Of hij. Ja. Oeh, net een Bambi. Op het ijs. Ja, en hiervoor kwamen we natuurlijk. Oh, kijk, er ligt ook nog een kleintje. Zie je? Oh, te leuk. Maar die mogen straks lekker naar buiten. Heerlijk weer voor. Nou, we gaan met z'n allen naar buiten, want de koeien mogen ook naar buiten. Dus het veulentje heeft nu lekker even de rust om te gaan leren staan. Oh, kijk, hele koeien. Huppelen, we gaan dansen. Dan komen ze straks hoor, komen ze uit de deur. Wil je gaan zitten? Kom maar. Ik heb je vast. Daar komen ze. Het hek gaat open. Ik zie ze. Zie je de horens? Komen ze hoor. Rennen, rennen, rennen. Woehoe!
Heerlijk, lekker buiten. Mooi, hè? Groot, hè? Waarom komen die paardjes? Nou, nu kunnen ze lekker naar buiten. Nee, de paardjes komen niet. Alleen de koeien. Het zijn hele speciale longhorns. Kijk maar eens even. Opa zei dat hij ging dansen. Zie je? Kijk, zie je, gaan ze helemaal springen en dansen. Just May, die noemden ze vroeger altijd stoeierikken. Kijk mam, dat zijn de stoeierikken, zei ze dan. Kijk, daar gaan de paarden. Maar nog niet de mama met het kindje. Met het veulentje. Kijk eens even, heerlijk vinden ze het. Zo, is dat een gave stoel, hè? Woe! Op de boze bolletjes. Op de boze bolletjes. Klap eens in je handjes. Boosbolletjes aan de pijn. Ja, goed zo. Zo, dat is een grote pauw. Mama, kijk eens hoe schattig. Ah, kan je je zusje tillen? Dat is gezellig. Wat nee. Het is een hele dierentuin hier. Kijk, die pauw. Ja. Zo zijn ze wel heel dichtbij, hè? Groot, hè, Jesmee? Zo dichtbij. Hou jij even je hoofd binnenboord, schat? Hey. Joejoe, doe je hoofd naar binnen. Kom. Ja, anders gaan ze bokken tegen je. Kijk, Lies. Ja, leuk hè. Ja, zo kan het ook natuurlijk. Oh, is het precies voor die paal? Zal ik even omrijden? Kijk, een goed zitje ervoor. Dat was hartstikke gezellig. Helemaal leuk. Helemaal leuk om die koeien te zien natuurlijk. Het paardje hebben we niet meer gezien, ja schat? Het gaat onweren. Ja, het wordt een beetje een andere weer. Hè? Het wordt een beetje dreigerig. Maar het is wel nog heel warm. Het is heerlijk warm. Ja. Vond je het leuk? Ja. Ja, hè? Het was wel heel leuk om die koeien te zien dansen en zo. Helemaal gek doen deden ze. Ja.
Helemaal leuk. Nou, het paardje hebben we helaas niet meer gezien. Of peulentje, whatever. Normaal staan ze daar altijd. Ja, de paarden staan normaal inderdaad ook daar in de wei. Ja, dat verschilt natuurlijk. Ze hebben zoveel ruimte. Dus die paarden kunnen natuurlijk lekker overal heen. Dus wij gaan nu iets anders leuks doen. We gaan haaitien. En nu gaan we haaitien. Dat heb jij ook nog nooit gedaan. Ik voel druppels. Ja, het gaat een beetje regenen geloof ik. Ik ben benieuwd wat het is mee. Zit je lekker zo aan het strand, hè? Kijk eens even hoe lekker. Allemaal zoete hapjes. Een brownie en een normaal cakeje. Is die lekker? Kan ik het beter? Nee. En Jasmee heeft een taartje. En dat smaakt hetzelfde als je smoothie, hè? En een hazelnoottaartje. Een soort luchtige hazelnootmoes. A few minutes later. Pointjes mee, gaan nog even voelen hoe de zee is. Even afkoelen in de zee. Ik denk dat het nog wel goed koud is. Nou ja, je weet het niet. Het zonnetje schijnt natuurlijk wel lekker. Nou, eens even kijken, als er een golfje komt, dan weten we hoe koud het is. Nou, het valt mee. Ze rennen niet weg. Nou, na de haaitien nog even lekker een stukje wandelen over het strand. Het is echt, ik blijf het zeggen, het is prachtig weer. Het is echt het begin van de zomer. En hoe was het? Wat? Het water? Lekker. Lekker, niet koud. Nee. Ik zag je ook niet wegspringen, dus ik dacht, nou, het zal wel meevallen. Nee. Wij zitten weer lekker in de auto. Ja. Was wel heel leuk, hè? Ja. Koeien kijken. En wel heel speciaal dat er ook een kalfje of een veulentje werd geboren. Ik moet dat even nadenken, een kalf of veulentje. Hè? Dat was ook wel gaaf, ja. Hè? We hebben hem helaas niet zien lopen. Dat is nog niet gelukt. Wel, dat is waarschijnlijk wel gelukt, maar hebben wij niet gezien. Ja, en hij moest binnenblijven. En hij moest binnenblijven. Of hij bleef nog even binnen met zijn mama. Ja. Nee, wel, ja, met de mama. Want de paard moet altijd warm blijven als hij nog jong is. Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar het was wel heel erg leuk om te zien. Hè? En dat ze helemaal gingen springen, die koeien en zo. Of stieren. Dat was wel leuk. Ja. En Haiti was de eerste keer. Ja. Hoe vond je het? Ja, leuk. Alleen ik vond niet alles heel lekker. Het is meestal niet zo van de snoepen en het zoetige, hè? Nee. Maar je hebt het wel geproefd. Ja. Dus dat was wel lekker. En die ene vond jij wel heel lekker, hè? Dat op het ijsje leek, de smoothie. Ja. Beetje, ja, Solero-ijsje, maar dan een moes, hè? Ja. Dus nou, we hopen dat jullie dit weer superleuk vonden met ons mee te gaan. Vond je dit weer een leuk vlog? Geef dan een dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. We zien jullie een andere keer weer in een nieuwe vlog. Doei! Doei!